Bewoners van de dorpen Victoria en Asigrong in het district Brokopondo hebben vandaag sinds in de vroege ochtend de afvalbakkenweg gebarricadeerd. Hierdoor zijn niet alleen werknemers van diverse bedrijven opgehouden, maar ook leerlingen die de school moesten bezoeken. Bewoner Edward Menig vertelt dat de dorpen hiertoe zijn overgegaan omdat de wegen die leiden naar de dorpen in zeer slechte staat verkeren. De dorpen hebben volgens hem op diverse manieren aandacht gevraagd voor dit probleem, echter zonder resultaat. Behalve dat er met diverse instanties is gesproken, hebben zij ook brieven gestuurd naar de belanghebbende autoriteiten. Ik ben vaak naar de DC Crossbeek, naar de lezing, naar meneer Menig, we zoeken faciliteiten. En we jaren, maar ik beloof instanties, ik beloof maar tangen onofin noti. Met dat ook dus net naar een wang hier voor staatsolie inschriften met dat afgelopen vrijdag wang gesprek bij de samen naar de DC en initiatief teki dat wang jepi ook kon. Dus wang fasi dekba a passi zei kon. Oké, maar onu voor adorp gemeenschap. Oké, onu jerap is dat eten en afurugi onu vierigba. Want we hebben een ding voor Grasalco. Dat we kiezen. Maar we wachten op de aladei. Dat we passen op passie rijbaka. Dus vandaar dat we een initiatief kan de omis bepaalde instanties zouden stellen op de hoogte. Maar we kan je. Dit bede a wang de fasis aan unu van dorp gemeenschap. Denk ik dat kon met u kon naar een fasis dan zeker. De barricade van de weg is volgens Menig niet de eerste actie van de bewoners van de dorpen Victoria en Asigrong. Hij vertelt dat de bewoners de weg willen openstellen wanneer de overheid en andere belanghebbende organisaties hen te woord staan en zijn akkoord hebben bereikt. De groep bewoners die de weg heeft gebarricadeerd zegt uiterlijk 3 dagen te zullen wachten op een positieve reactie. Anders zullen ze de weg wederom barricaderen. Ook zegt Menig dat behalve de weg, de dorpen met diverse andere problemen kampen, zoals telefoonbereik. Hoe abscore op Tsinja? Als je kijkt naar de video, dan zie je dat ik voor de schoolbus heb. En schoolbus naar 2-3 schoolbus, zei ik moeten uit een dorp ook toe. Ik vind dat ik kon doen, dat bijna kan dat 90% naar online. En we hebben telefoonbereik, we hebben internet. Wi-Fi box heeft we vraag aan. Dus om go echt diep in onze zakken voor kapot internet die onze ching, dat jong toch de kan genieten voor onderwijs. Menig hoop dat er snel actie wordt ondernomen om het telefoonbereik in het gebied aan te pakken. Districtscommissaris Ludwig Mendelssohn van Brokopondo is op de hoogte van de situatie van de weg, maar is nog niet in staat een oplossing te bieden.